zien bij RTL 4. Graag tot dan. Het zit vol verrassingen. Dat heb je de hele zomer gegeven. Is gezellig, dat heb ik allemaal voor je gegeven. U daar ziet er trouwens heel goed uit, hè? Vind je niet? Ik kan zien dat u een goede zomer heeft gehad. Maar u bent al die zon nu misschien een beetje zat. Dus u kunt nou gewoon van 10 tot 11 weer lekker binnen zitten bij ons. Vanaf vandaag. Toch, vind je niet? Ja. Met de krant op de dorp. Ja, nou, ik schrok een beetje eigenlijk van de krant vanmorgen. Ik heb hier even de ochtendbladen die twee zwemberichten naast elkaar op de voorpagina hebben, maar wel ontluisterend verschillend. Eén blij bericht over Marcel Wouda natuurlijk, die zijn tweede gouden medaille bij de Europese kampioenschappen haalt. En meteen daarnaast een bericht dat zich afspeelt in Hulsbeek bij Oldenzaal, waar in een recreatiegebied heel veel mensen gingen zwemmen, ook een 17-jarige jongen. Die kwam in moeilijkheden. Een vriend van hem probeert hem te redden, roept naar de kant dat hij hulp nodig heeft. Een paar duizend mensen hier volgens het bericht kijken toe en doen niks. En de jongen is dus niet gered. En dat geloof je toch niet dat kan? Onbegrijpelijk. Stel dat je Mari tegenkomt in Amsterdam en hij zegt, kom jij maar eens hier en laat jij haar maar eens even veranderen. Doe je dat? Nou, ja, ik zou het leuk vinden als ik het deed. Jij hebt het gedaan, jij hebt Anne. Ja, maar ik ben niet op straat opgepikt door Mari. Nee. Maar mensen in Den Bosch wel en die zijn zo sportief. Die gaan meteen zitten en je krijgt de prachtigste kapsels. Dus we zitten straks allemaal, we hebben de nieuwste kinderkleding. En dit is Adibe, een meisje dat anderhalf jaar geleden door haar vader is ontvoerd naar Libanon. Soms moeten we een foto van Adibe. Die hebben we niet, maakt niet uit, straks misschien wel. En we praten met de moeder van Adibe. Ja. En het gesprek zal natuurlijk ook over het weer gaan, want was de hele zomer niet het gesprek van de dag het weer. Hoewel het allemaal natuurlijk niet zo leuk begon toen de vakanties begonnen. Weet u nog hoe verschrikkelijk nat en koud en somber en winderig het was in juni en juli. De campings, daar waren dan wel mensen, maar die klaagden stenen en benen. Heel veel erger was natuurlijk in Midden-Europa al die verschrikkelijk grote overstromingen daar, waarbij duizenden mensen hun woningen moesten verlaten. Maar toen werd het augustus en toen deden we ineens iedere dag tot en met vandaag dit. En vandaag trouwens zal blijken, als de temperatuur hoog genoeg blijft vandaag, of dit de warmste augustusmaand is sinds 1706. Nou, dat zult u vandaag wel ergens horen, anders vertellen wij het u morgen. Ja. Ja. Dus dachten we, laten we de eerste dag van het seizoen dan ook maar eens over het weer doorpraten met drie mensen die u dagelijks informeren over dat weer. Ze zijn alle drie op de koffie. Hoe drinken zij hun koffie? Bijvoorbeeld John Bernard. Zwart met koek. En Peter Timofee. Zwart ook, helemaal niks erin. En Helga van Leur. Lekker een kopje thee. Oh. Ja. Kan het ook een taartje zijn, zo? Ja, we hebben geen koek, maar een taart. Koek vonden wij te gewoon. Ik heb hier koek. Jullie zeggen zoveel, willen jullie het zelf even doen? Koffie en thee. Nee, maar luister, die taartjes zijn er niet helemaal voor niets. Want jij staat toch ook aan de vooravond van een jubileum? Ja. Vertel. Ja. Het duurt nog 2 weken, dan ben ik 60. En was ik 40 jaar in het vak. 40 jaar, kun je dat voorstellen? Ja. Nee. Zal ik ze eens ronddelen? Wil jij ze maar eens leuk rond? Dat lijkt me een heel goed idee. Ik kan je vertellen hoe mijn moeder dat altijd deed. Kijk, dan had ze het oog op deze laten vallen en dan ging duizend. Oh, dat deed ik ook altijd. Ja, dat deed ik ook altijd. Ja. Ik zou het gauw al weten. We gaan jullie elk drie vragen voorleggen. Ja, dus. Waar je direct op moet reageren. Je mag er eentje passen. Luister je ook, John? Ja, natuurlijk. Oké, okay. Nee, dat is goed. Je man zit 40 jaar in het vak. Ja. Die luistert wel. Tegelijk. Wat was jouw grootste mislukking, John? Dat was in militaire dienst. Je bedoelt beroepsmatig, hè? Mag maakt niet uit. Ja, dat was beroepsmatig. Dat was bij de luchtmacht. Dat moet geweest zijn in 1958, 1959 ongeveer.
En toen had ik 's ochtends staan te brieven. Dat is een hele club met vliegers die heeft me verteld hoe het weer wordt. Dat liep uitstekend, want het was eigenlijk een rustige februaridag. En toen had ik gezegd dat er weinig ijsaanzetting zou zijn die dag. Er zat maar zo'n dun laagje wolken. En een uur later komt er een meteor, dat is een straaljager, die komt naar de grond. En de vlieger die komt naar buiten en die grijpt me ongeveer zo in mijn nek. Die zegt, kom jij eens even mee naar buiten. En toen zat het vliegtuig zijn motoren, daar zaten zulke klompen ijs aan. Ja. Dat geval heb ik later helemaal bestudeerd. En ik weet nou hoe het kwam, maar dat was echt een grote mislukking. De volgende vragen graag niet zo'n uitgebreide antwoord geven. Maar het was heel interessant, dat wel. Ik word ook oude man. Helga, wat is je grootste angst? Jeetje, mijn grootste angst. Je mag passen, één van de drie mag je passen. Ja, dan moet je de volgende twee moet je wel. Ja. Mijn grootste angst. Mijn grootste angst. Dat Peter er niet meer is en dat ik alles alleen moet doen. Peter, welke eigenschap waardeer je in een vrouw? In het algemeen bedoel je? Ja. Scherpzinnigheid. Liefde. John, geloof je in God? Ja. Ja, je mag wel iets meer van zeggen. Ik heb het lang gemaakt, dus nu zei ik ja. En als je vraagt, ga je nog wel naar de kerk? Ook ja, ik ben gisteren nog geweest. Ja. Helga, wanneer heb je voor het laatst gehuild? Een week geleden. Verdriet of ontroering? Verbittering. Oké. Okay. Heb je een held, Peter, in het leven? Een held? Wat een moeilijke vraag kun je verzinnen. Heb ik een held in het leven? Ja, maar dat is iedere dag een andere. Wie is vandaag? Ik ben net wakker. Dus wie was gisteren? Ja. Wat erg. Dat is een mooie. Ja, ik mag passen. Ja, je mag passen. Is er iemand, John, die jij nooit meer hoopt tegen te komen? Nee, echt niet. Je bent, Helga, voor het eerst, weten wij, in een ook nog rechtstreeks uitgezonden praatprogramma. Hoe voel je je nu, na een minuut of zes? Ja, lekker. Mooi zo. En heb jij tenslotte nog een definitie van geluk voor ons? Ja. Je mag niet meer passen. Nee. Moet je de mijne lenen? Definitie van geluk. Gewoon je prettig voelen met de mensen om je heen die je dierbaar zijn. En gewoon heel veel plezier hebben in je werk. Heel veel plezier hebben in je werk en alles wat je doet. Nou, zo'n heleboel wat je opnoemt, hè? Dankjewel. We gaan iets anders doen en wij hebben al wat vragen gesteld. U gaat natuurlijk uw kijkers vragen stellen zoals altijd in koffietijd. Bel ze door, maar let op, ik vind het ook heel ingewikkeld, een nieuw telefoonnummer. Dus ik ga het nadrukkelijk zeggen, u krijgt het ook in beeld. Dit is het nummer dat u belt voor de kijkersvragen, voor de gasten. En niet meer het nummer van vorig seizoen. 0909-300-8811. En wat gebleven is, is dat we even u belonen met de koffietijd. Tijd is wel een verse. Wat eten we vandaag? Vorig seizoen was Carola altijd één keer per week bij ons in de studio. Met ingang van vandaag is ze er vier keer per week lijfelijk aanwezig. Leuk dat je er bent. Dag Carola, welkom. Je gaat op de maandagmorgen echt een basis kooktips geven, hè? Ja, een beetje meer uitleg, wat dieper op de stof in. Ja. Wat zijn de typische augustusgroenten? Sperziebonen en snijbonen natuurlijk. En je hebt voor vandaag een gerecht gemaakt met snijbonen. En tijm. Snijbonen en tijm. En dit heeft u ervoor nodig. 1 kilo snijbonen, 25 gram margarine, een ui, 25 gram ontbijtspekreepjes en een theelepel tijm. Nou, je haalt eerst even de uiteinden eraf om het schoon te maken. Mm. En vroeger moest je dan ook de draadjes eruit halen, maar dat hoeft niet meer. Die zitten er eigenlijk niet meer in. En dan snijd je ze in stukjes van ongeveer 2 centimeter. Dan in kokend water met zout opzetten. Ja. En dan een minuut of 20 koken. Dat is een beetje persoonlijk, hè? Een beetje beetgaan vind ik altijd wel lekker. Klontje boter in de pan om de spekreepjes uit te bakken. En ik zei net 25 gram, maar het is 50 gram. 50 gram, iets meer. Maar je kunt ook in plaats van spekreepjes iets anders nemen. Ja, je kan bijvoorbeeld katerspek nemen of ham, als je dat erover hebt. Maar je mag het er ook uitleggen. Een ui in ringetjes snijden. En dit is een gewone ui, maar een rode ui, een shallot. Kan je er allemaal voor gebruiken, ja. Altijd een beetje kijken wat er in de keuken aanwezig is. Die gaan erbij en dat wordt allemaal knapperig gebakken. De snijbonen zijn ondertussen klaar en die heb ik heel goed uit laten lekken. En die verwarm je dus nog even goed mee bij de rest. Ja.
En dan op smaak maken met een beetje zout, omdat je natuurlijk toch al die spekreepjes erin hebt zitten. Peper. En dat is meestal vers gemalen peper bij mij. Ja, dat is het lekkerste. En ja. Tijm. En een beetje tijm. Ja. En dan geef ik erbij een carbonade en aardappelpuree. Nou, het ziet er heel smakelijk uit. Ik kan me nog... je hebt het trouwens meegenomen. Ik sta al met mijn neus boven de warme appel vandaag. Het ruikt overigens lekker. Ik ga zo meteen proeven als je het niet erg vindt. Ik kan me nog van vroeger herinneren dat mijn oma zo'n snijbonenmolen had. En die werd aan de keukentafel geschroefd. Ja, en dan mocht je draaien en kreeg je van die hele lange slierjes. Dat zie je eigenlijk helemaal niet meer. Ik heb ze hier wel. En dat is tegenwoordig niet meer nodig, omdat de sperziebonen gewoon, of de snijbonen veel malser zijn. Dus je hoeft ze niet meer zo klein te snijden. Ja. Grote stukken en ze zijn ook heel zacht. Ja. Het is ook heel goed om groenten in heel weinig water te koken. Hè? Ja, als je begint met koken neem je meestal wat meer, omdat je daar onveilig in voelt. Maar een klein bodempje water en dan stomen ze eigenlijk ook gaar. Dat is heel belangrijk. Ja. Wat is het verschil tussen snijbonen en sperziebonen? Kun je dat aangeven? Of is het ja, ze zien er natuurlijk al heel anders uit. Maar, en de smaak die komt vrij overheen. Alleen de toepassing is vaak heel anders. Snijbonen die kunnen met witte bonen of in een stampot. Ja. En sperziebonen gebruik je bijvoorbeeld ook in andere keukens. Indonesische keuken. Ja. En je hebt natuurlijk die hele lange kousenband in de Surinaamse keuken. Heerlijk, lekker een sambal. Handige snijtips nog? Nou, je ziet al dat ik ze in stukjes snijd in het filmpje. Ja. Maar echt keurig in ruiten, dat is eigenlijk het allermooiste. En zo krijg je ze ook in de restaurants. Hè. Maar dat is gewoon iets meer werk. Ja, dat vind ik zelf altijd wel het allermooiste. Ja. Ergens in de maand bijna, hè, nog een weekje. En je gaat een mosselgezette wedstrijd doen. Ja, mensen kunnen die opsturen. De leukste recepten, de spannendste recepten, even opsturen. Ze kunnen daarvoor een mosselpan winnen met visbestek en allerlei lekkere sausen. Leuk. En ik ga thuis koken bij de mensen. Dat vind ik heel leuk. Nou, Steef, als u het thuis leuk vindt dat Carole bij u komt koken en heeft een heerlijk mosselrecept, stuur dat op voor 30 augustus naar Koffietijd, postbus 30100 1202 NB in Hilversum. Leuk dat je er vandaag hier was, maar we zien elkaar vaker. Dag, bedankt. Okay. Als ik jullie zo zie zitten en de laatste weken alsmaar bezig zag, denk ik, waarschijnlijk is het voor een weerman of vrouw heel saai dit weer. Want het is iedere dag eigenlijk hetzelfde. Hè? Klopt dat? Nou nee, saai is het eigenlijk nooit hoor, het weer. Want op de eerste plaats vertel ik niet alleen wat over, en dat doet Peter en Helga ook niet alleen wat over Nederland. Maar het is toch een wat ruimere blik. Ja. Er zitten veel mensen in het buitenland zitten tenslotte ook te kijken. Of het leuk is, dat is een tweede. Maar dat is bijna een privévraag. Ik vind er geen barst aan. Dit weer niet? Nee. Waarom niet? Nee, ik haat de hitte. Echt waar? Ik haat het, ja. Ja. Voor jou had het mogen blijven zoals het in juni en juli was. Ik zit er echt op te wachten dat het weer september is. Dan begint mijn hockeyseizoen. En dat ik weer lekker een trui aan kan doen. Ik heb van de week met die hitte heb ik heerlijk verlangend staan kijken. En toen dacht ik, die trui zou ik nou wel weer eens aan willen. Maar dan steek je de moord natuurlijk. Is dat bij jullie ook zo? Nou, dat herken ik wel, ja. Dat ik denk van, oh, ik wil eens wat anders aantrekken. En niet alleen maar... Voor pampers liggen bij wijze van spreken in die hitte. Ja. Nou hoor je heel veel mensen zeggen, als je bekijkt wat er van de zomer allemaal op weergebied is gebeurd in Europa. Hè. Er zijn vreselijke stormen met slagregens geweest, overstromingen, een onwaarschijnlijk koud en slecht voorjaar en ineens een extreem warme nazomer. En dan zeggen mensen, dat komt er allemaal dingen in de lucht, het klimaat is aan het veranderen en dat is niet goed. Deel je die mening? Nee, daar wordt natuurlijk vreselijk veel over nagedacht en over gediscussieerd. Meestal door de wetenschappers. En wij hebben zoiets van, nou, je moet het altijd maar nog aan kunnen tonen. Overigens valt het wel mee, hoor, met dat hele voorjaar. Natuurlijk, het beeld voor de meeste mensen is gewoon dat het heel slecht is geweest. Maar de temperatuur is bijvoorbeeld altijd heel goed gebleven. Ja, wat heb je eraan als het regent? Ja, nee, maar het is nooit koud geweest. Het is nooit vreselijk koud geweest. Ik heb wel wat cijfertjes voor je, hoor. Heel, heel globaal. Ja. Juni en juli. En ik praat nu tegen ieders gevoel in, had meer zon dan we gewend zijn, dan we horen te hebben. Het had ook een hogere temperatuur en het had minder regen. Alleen vraag je je af, waar komt dat merkwaardige gevoel van mensen vandaan? Dat komt omdat het nogal grillig was, denk ik. Er zat geen periode in waarin het eventjes wat langer, laten we zeggen, bestendig was. Het ging maar op en neer, dat weer. Ja, maar sec genomen... Hè? En bovendien, het geheugen is natuurlijk heel selectief. Als het een hele periode lang een beetje nou, heel oppervlakkig weer is... en er zijn een paar hele slechte dagen, dan onthoud je die. De 7e juni bijvoorbeeld, dat zijn dagen die je onthoudt... omdat het zo vreselijk slecht is, weet je wel. Ja. En natuurlijk, als je het hebt over Centraal-Europa, Tsjechië... we zijn het alweer bijna vergeten. Die mensen niet, hoor. Ja, nee. Want die zitten nu in alle ellende daar in Polen, Oost-Duitsland en Tsjechië.
Dat is inderdaad extreem. Dat is een gebeurtenis waarvan je zegt dat komt eens in de zoveel honderden jaren voor. Helga zit er echt zo eerbiedig tussen van... Die mannen doen dit al zo lang, laten die het maar vertellen. Ja, jij bent een nieuwkomer hier, hè? Ja, ja, ja. Hoe werd er op je gereageerd door de man en de vrouw op straat? Want die spreken je vast aan. Altijd heel leuk. Ja, heel spontaan. Wat zeggen ze voor dingen? Bent u dat nou? Nee, het is vast uw zus. Hoe komt, ik bedoel niet je sollicitatie hoor, maar hoe komt een jonge vrouw aan een baan bij het weer? Had je van jongs af aan daar wat mee? Ik weet niet precies wanneer het begonnen is, maar ik meen ergens op de HAVO dat ik dacht van dat lijkt me heel leuk om er wat mee te doen. Ja. En uiteindelijk... wat voor studie ga je dan volgen? Ja, dat was dus de volgende vraag. Ik heb eerst besloten het VWO te doen en toen ik dat afgerond had kwam er een studie in Wageningen. Waarbij je dus ook meteorologie kon gaan doen. En die heb ik dus gevolgd. Ja. Op het ogenblik kijken we allemaal, ik tenminste, met heel veel spanning naar die beelden van Montserrat. Waar die vulkaan al een tijd heel erg bezig is. Bijna iedereen is al weg van het eiland en ieder moment echt helemaal kan uitbarsten. Er wordt ook gezegd dat als dat gebeurt, dat enorme gevolgen heeft voor ons klimaat. Is dat zo? Enorm, enorm. Het heeft gevolgen. Hè? Er zijn in het verleden vele vulkanen uitgebarsten. Denk bijvoorbeeld aan de buurt van Alaska daar een keer wat gebeurd is. Pinatubo. En dat heeft wel degelijk, de Pinatubo, dat heeft wel degelijk gevolgen voor het weer. Laten we zeggen in het jaar daarna. Maar dan moet je niet denken aan Nederland of hier in Hilversum of Amsterdam. Want daar gebeurt echt niet alles. Maar eventjes over de hele wereld. Dan kan bijvoorbeeld de temperatuur, als dat blijft hangen ergens hoog in de atmosfeer. Misschien eens 0,3 graden lager zijn of zo. Maar dan kun je niet zeggen van dan wordt de zomer zus of dan wordt de winter zo. Dat kun je niet zeggen. Ja. Nou, je moet het ook zo zien dat, en dat is met de Pinatubo ook. Hè? Wanneer was het? 1992 of zo? Ja, op Filipijnen toen. Want op Filipijnen, ja. Dat blaast een heel veel stof in die atmosfeer. En net op die rand van die atmosfeer komt dan echt een laagje stof te zitten. Dus dat heeft natuurlijk invloed op de instraling van de zon. Het is eigenlijk leuk om over het weer op die manier te praten. Hè? Tuurlijk. Nee, is dat. Ja. Nou is hij, ik moet toch even iets minder leuks in de groep gooien, onlangs uitverkozen als de beste weerman van Nederland. Dat is toch niet minder leuk? Dat is minder leuk, hè? Nee. Nee? Waarom? Niet? Kan je niet schelen? Nee, stop bedoel, nee, dat is gewoon zo. Nee, dat zou ik kunnen schelen. Echt niet. Dat kan ik nou makkelijk zeggen. Ik bedoel, dat is een betrekkelijk subjectieve keuze, vind ik ook. En ik kan me maar het voorstellen, horen, ik ben zo vaak op de buis dat je bent een meubelstuk. En waarschijnlijk ben ik een antiek meubelstuk en dat krijgt gewoon een beetje waarde. Meer dat is alles. Ja. Meer niet. Ja. Zou je ooit hoog wel op die lijst willen eindigen? Is dat je streven? Oh, dat doet ze ooit, hè? Ja, doet ze. Ja, absoluut. Ja, dat doet ze absoluut. We zien het wel. Nee hoor, ik weet het niet. Ik doe het gewoon met lol en ik hoop dat mensen het leuk vinden en er graag naar kijken. En ik denk dat dat het belangrijkste is. Ja. Ik geef iets heel anders. Aan jou kan ik het nog niet vragen, aan de heren wel. Vraag. Jullie zijn beide vader. Hebben jullie, toen je kind of kinderen geboren werden, dat in de kliniek op de voet gevolgd? Ben je er steeds bij geweest, van tevoren ook al? Ja, ja, ja. Ja, beide. Ja, bij beide kinderen. Ja. Ja, dat dacht ik wel. Wij het is denk... al heel lang geleden hoor, Hans. Maar ja, is, dat begrijp ik. Want je hebt net gezegd dat je bijna 60 wordt. Dat kunnen we ook nog uitrekenen. Ja. Maar hoe dan ook, wij dachten aan het begin van zo'n nieuwe koffietijd en helemaal aan het begin van een nieuw seizoen is dat natuurlijk het allerbelangrijkste in een leven, een nieuw kind. Dus wij gaan deze hele week alles wat er gebeurt, het binnenkomen, het bezoek, de wanhoop, de blijdschap, de bevallingen, het wachten erop, volgen op de afdeling verloskunde van, dat ik het helemaal goed zeg, het Leijenburg Ziekenhuis in Den Haag. Dat is hem. Aflevering 1. Ik moet persen. Ja? Veronique komt zo. Hoe is het vandaag? Ja, het gaat wel. Een beetje druk in de buik als ik een beetje loop en rechtop staat. En hoe ver is het nu inmiddels? Maandag ben ik 33. 33. Dus ik ga mijn 34e week in. Aftellen, hè? Want u weet het. Ja. Een paar weken en dan... Het is te hopen dat ik het zo bij me kan houden. Hè? De keizersnee. Het is voor het kindje beter. Want dit is nummer? 9. 9. Precies. 9. Vraag me af of ik dit doe. Huh? Waarom je dit doet? Ja. Ik was duidelijk waarom je nou vandaag even terug moest komen. Ja, voor de... Nog even om het hartje te registreren, ja. Omdat je natuurlijk toch de laatste tijd iets minder de baby voelde bewegen.
En gisteren, nou, zag het er goed uit. Behalve dat dat ene stukje, weet je wel, dat het hartje ietsje daalde. Maar het ziet er nu, dit wat we nu hebben, is gewoon geweldig. Ja. Laat ik eindelijk slapen. Ja. Eindelijk. Ja, ze is best rustig. Ze heeft 8 centimeter ontsluiting. Nou, met haar meezuchten. Dat doe ik veel. Hand vastpakken en kus geven en zoenen. Is dit mooi? Ja. Zij ook. Maar zij is gewoon... veel pijn, weet je. Dus ze let niet zoveel goed op wat ik doe. Goed zo. Baby's doen het. Geweldig. Ja. Bewegen ze goed, allebei? Dat is goed. Weet je eigenlijk wat het gaat worden? Nee. Nee, wij ook niet, maar het zou kunnen. Sommigen weten. Verrassing. Nou, dat is geen geheim. Dat merken we vanzelf. Dat weten ze. Nee, dat weten we echt niet. Nee? Nee, als mensen het zelf niet willen weten, dan... Ik dacht dat jullie daar altijd een tekentje voor neerzetten of zo. Nee, absoluut niet. Nee? Die zijn er toch wel? Thuis toch wat leeft niet op? Nou, is het ziekenhuis. De eerste station van jullie. Proost, hè? Proost. Kind. Proost. Op het kind. Mooie baby, en het is te hopen dat de vrouw die nog aan het bevallen lag in ieder geval het baby al heeft gekregen. Morgen zullen we dat weten, want dan gaan we weer een kijkje nemen op de afdeling verloskunde van het Leyenburg ziekenhuis in Den Haag. Nieuw seizoen, maar nog steeds het boodschappenspel. We gaan het vandaag spelen met Marja Puijman uit Hoorn. Hallo, welkom. Dank je. Ik ben afgelopen zomer naar Griekenland geweest. Ja. Daar heb je op een boot gewerkt. Ja, de meeste mensen gaan gewoon op vakantie. Ja. Wat doe je als werk op een boot? Nou, ik ga meestal alleen op vakantie en dan vind ik het heel leuk. Ik heb daar gewoon vrienden, omdat ik meerdere jaren daar geweest ben. Ja. Ik ken daar gewoon verschillende mensen. En dan, maar wat doe je dan op zo'n boot? Probeer de mensen de kaartjes te verkopen, dat ze dus meegaan. Dit is zo'n, dat is zo'n boot, ja. Hoeveel mensen gaan daarop? Nou, tussen de 25, 30. Zo'n beetje. Dan hebben ze een beetje ruimte. Ja, kaartjes verkopen. En dan helpen aan boord met de verkoop van drankjes, wat ze wat willen drinken, een lunch maken. Moet je wel veel taal spreken, hè? Ja, gaat redelijk. Ja. Je bent onze eerste kandidaat. Heb je nog een beetje voor kunnen bereiden? Want nee, je bent natuurlijk een tijdje weg geweest. Totaal niet. Je denkt ook, ik ga maar en ik zie waar het schip strandt in dit geval. Ja. Ja. Goed, ik wens je ontzettend veel succes. Dank je. Hier komt het spel. Mais. Appel. Eierkoek. Citroen. Kip. Jus d'orange. Hot dogs. Rolmops. We hadden nog 1600 gulden van het vorige seizoen staan. Er komen 600 gulden bij. Ze schrikt ervan. 2200 gulden kun je winnen met dit woord. Veel succes. C op 2. Citroen. H op 5. Hot dogs. A op 6. Appel. R op 4. Rolmops. M op 7. Mais. De E op 3. Eierkoek. Nou, zeker. Schat, je hoeft helemaal niet meer te werken als je met vakantie gaat. Nee. Je kunt gewoon lekker aan het strand gaan liggen. Veel plezier erbij. Bedankt voor je komst. Ja, dankjewel. Hoi, gekomen Sylvia Minnekamp op de koffie. Zijn jullie, ik gooi weer zo'n vraag in de groep. Zijn jullie
erg gehecht aan je uiterlijk? Geeft dat zekerheid op televisie? Of zou jij best ineens met een heel ander kapsel Morgen het Weer willen presenteren? Mijn baas vindt dat niet goed. Het staat in mijn contract dat ik zonder toestemming van de baas mijn image en uiterlijk niet mag veranderen. Ben jij ook zo? Nee. Ik heb het nooit nagelezen. Bij mij zijn ze niet eens al begonnen. Nee, bij mij ook niet. Nee, maar ik voel me gewoon prettig zoals ik ben. Dus als jij op straat zou lopen en onze Mari, die je wel kent, met zijn schaar komt langs en zegt, mag ik even zeggen, mag niet van mijn baas. Jij zou het hem laten doen? Lijkt me wel leuk, hoor. En jij? Ga je ineens iets verkopen anders? Met dat peenhaar, dan weer best wel wat anders. Zolang het bij me past, maakt me niet uit. Ja. Nee, ik heb ook niks in mijn contract staan. Nou, ik vraag het omdat Mari in 's Hertogenbosch met scharen en alles erop en eraan de straat op is gegaan. En allerlei mensen die hij tegenkwam gevraagd heeft, mag ik even? Drie bossen, vijf gronden. Wat vinden jullie ervan? Helemaal kort of lang houden? Kort, op kort. Kort. Fatima gaat dus echt kort. Heel klein beetje inbreng had ze deze keer. Het wordt niet blond, blijft warm van kleur. Ik hoop dat het een heel mooi kopje wordt voor het meisje. Niet te licht, niet te donker, zo ertussenin. Nou, dit mag lekker even inwerken. Fatima, we gaan even hier zitten, kun je uitrusten. En ik ben dus op zoek naar een nieuw slachtoffer. Hoe zie jij er nou uit? Wat is er met jou aan de hand? Ja, ik ga trouwen 5 september, zoals je ziet. Ik heb een vrijgezellendag. Nou, dus voor mij een mooie uitdaging om een nieuwe bruid te maken. Weg met een kroontje. Nou, ik vind de kapsel niet slecht. Dus ik wil bij Doreen echt iets gaan doen aan de kleur. Maar wat? Wacht maar even af. Doreen, je weet dat het kan alles worden, hè? Maakt me niet uit. Waarschijnlijk zal het helemaal blond worden. Helemaal blond. Dat lijkt me wel leuk. En dan kijken wat de man zegt straks als ze gaat trouwen. We zijn al benieuwd of het doorgaat. Fatima, gaat alles goed? Ja, goed. Ga nog heel even verder. Nou, het haar van Doreen gaat dus echt een stuk lichter worden. En daarom is het belangrijk dat ik het haar eerst even ga blonderen. Zij kan alles hebben. Ja, ja, ja. Dat weten we wel ook. En het wordt een leuke bruid. Nee, deze kleur blijft het niet hoor. Ben me niet bang. Het wordt de kleur van de punten, maar het moet eerst helemaal droog zijn. Dus, ga nog even verder. Nou, het haar van Doreen mag nog heel even inwerken. Intussen ga ik Fatima de make-up doen. Fatima heeft een iets wat onrustige huid met pigmentvlekken. Dus een goede tip daarvoor is, gebruik een dekkende foundation. Ja. Fatima, vind je het mooi? Ja, ja, ben je er blij mee? Ja. Oh, gelukkig. Alsjeblieft. Ja. Nou, het is bijna 5 uur, de winkels zijn dicht en wij zijn geloof ik ook bijna klaar. Hoe vind je het vorderen? Ja, heel erg leuk. Doreen, haar bovenlip is iets kleiner als haar onderlip. Om die evenredig te maken, gebruik een iets donkerdere kleur lipstick. Bij een extreem kapsel hoort een extreme make-up. Bij een extreme bruid hoort een extreem geheel. Volgens mij komt dit aardig in de richting, Doreen, of niet? Ik denk het wel, ja. Ik denk het wel. Wat vind je ervan? Ja, waanzinnig. Echt helemaal te gek. Meiden, ik wil een reactie. Yeah!
Heel bijzonder, dat in ieder geval. Ze hadden... Wat is ja, toch? Ze zag heel bijzonder uit. Nou, we hebben collega's... Zit niet te lachen, John. Het Nederlandse volk gevraagd, 5 vragen gesteld... die betrekking hebben op jullie beroep. En die vragen konden simpel met ja of nee worden beantwoord. Nou, bijvoorbeeld, vindt u dat vrouwen de weersverwachting beter uit kunnen leggen dan mannen? Wat denk jij, John? Ik denk dat 40% zegt ja. Jij, Helga? Persoonlijk denk ik dat het niet uitmaakt. Ik weet niet wat als volk zegt. Nee. Peter, nou, jij zit maar te knikken. Nou, ik zat een beetje af te schatten. Zo, van, ik schat ook 50%, ja. Nou, of dat allemaal waar is, dat horen we straks. Als u vragen wilt stellen aan deze 3 weermensen... dan kunt u dat nog doen op... en dan moet ik het nummer even gaan bekijken. 0909-3008-811. We gaan uw stem eens even laten horen. Wat is er heerlijker dan dat u zich kunt laten horen? Want, Mireille zei het net al, we hebben een aantal vragen aan Nederlanders gesteld. En 1 daarvan was dus, vindt u dat weer vrouwen beter het weer kunnen vertellen dan weer mannen? En John dacht dus dat 40% dat wel zou vinden. Jij dacht 50 zou zijn. De helft, ja. Nou, dit vond u dus. Heel anders niet als thuis. Zelfs John Bernhard met zijn mond vol tanden. Ga maar. Dat is dus een volkomen andere uitslag dan jullie dachten, hè? Hmm. Vrouwen zijn nog niet zo lang in het weer, hè? Als je... Moet wennen. Nee, dat is zo in het buitenland iets langer. Ik denk aan Rusland en Engeland, maar in onze omgeving is dat nog niet zo maar het is lang. Toch met... Misschien moet dat wennen. In de loop der jaren met bijna alle beroepen gebeurd... dat vrouwen die dat gingen doen heel lang... op moesten boksen tegen het idee dat ze dat niet zouden kunnen. Ja, het is flauwkul. Blijf maar hoor, Helga. Ja. Nou, dit is ook heel lang een mannenberoep min of meer geweest. Hè? Ja, daarom. Pas de laatste, nou, het is het 10, 12 jaar of zoiets dergelijks... komen de vrouwen steeds meer ook bij in de meteorologische instituten komen ze... We hebben nog veel meer vragen gesteld. Okay. Bijvoorbeeld, de weersverwachting wordt, dat zie je steeds... dat zeggen jullie ook steeds meer gedaan... met behulp van computertechnieken. Is het vak van die mannen en vrouwen eigenlijk een fluitje van een cent geworden? Is het heel makkelijk geworden daardoor? Wat vindt u? Hm. Nou, het scheelt niet eens zoveel, hè? 42% zegt ja, makkelijker, 51% dan nog nee. Is dat, vindt het jammer dat ze er zo over denken? Dat het zo makkelijk zou zijn? Dat weet je toch nooit. Ik denk dat je er echt in moet zitten om te weten hoeveel er eigenlijk bij komt kijken. Want je krijgt natuurlijk maar een heel klein stuk te zien. Ja, want moeten jullie heel veel van computers weten ook om dat te kunnen gebruiken? Nou, je moet veel van de atmosfeer weten. En dat blijft, dat raak je niet kwijt. Ze kunnen wel helpen om een globale indruk te geven, maar juist die kleine dingen, dat is zo belangrijk. Is het wel, dat vraag ik even aan jou, omdat jij dat zo lang doet, is het wel... specifieker geworden door middel van de computer, kun je veel meer voorspellen dan vroeger daardoor. Nee, je kunt wat verwachtingen op iets langere termijn kun je maken en dergelijke. Maar ik, voor mij is een computer gewoon een stofzuiger, hoor. Niet meer. Meer dan? Vroeger moest je dat ding ook uit elkaar kunnen halen en er alles van weten. Maar het is gewoon een stofzuiger. Nou, zo'n nieuwe zak in de stofzuiger doet dus nog niet makkelijk. Ik kan het, hoor. Maar vroeger konden dingen die wij niet uit konden rekenen... zo even met het handje achter op de sigarendoos. Dat kan dat ding wel doen, maar nou ja, dat is handig. Maar om nou te zeggen van... Dat is het. Bovendien komen er ook in de loop van de tijd met behulp van computers alleen maar steeds meer gegevens binnen. Dus het wordt alleen maar steeds moeilijker. Ik heb begrepen, jullie hebben een zwaar vak. Nee, dat hebben we ook. Je hebt veel meer te vertellen. Want het is opvallend dat de afgelopen jaren de weerbulletins veel langer zijn geworden. Hè? Er is zelfs een weerkanaal waar jij nog eens bij gewerkt hebt. Ja, klopt. Dus er is heel veel aandacht voor dat weer. En onze vraag was nu, vindt u dat er te veel aandacht wordt besteed aan dat weer op de Nederlandse televisie? Wat is het, John? We hebben nog werk. Nog een hele generatie na ons ideaal. Verbaas je niks. 63. Nou, mij wel. Ja, ik vind zelf, maar dan ben ik ook heel eerlijk, dat wil ik in dit soort programma's altijd zijn. Ik vind dat er erg veel aandacht besteed wordt aan het weer. En soms denk ik wel eens te veel. Ik zou zelf, maar dan heel privé, genoeg hebben aan één.
weerbericht zoals we het doen rond 8 uur. Ja, maar ja, je kunt nu ook kiezen op verschillende momenten. Ja, dat is ook wel weer prettig. De volgende vraag. Vindt u dat weermannen en weervrouwen naast hun deskundigheid ook een show-element in hun presentatie moeten leggen? Ik zie John al zitten lachen. Volgens mij ben jij de eerste geweest die dat ooit gedaan heeft. Wat is de uitslag? Nee hoor, het moet serieus zijn. Zo, 77%. Nee. Dat weet ik. Ja? In de tijd heeft bij een bekende omroep heeft Jan Pelleboer het weer gedaan. Ja, weet het. En toen moest hij van de regisseur moest hij een grote bloemkool meebrengen en een petje op zijn hoofd en een gietertje en dergelijke. En dat werkte niet. Jan Pelleboer ken ik heel goed, helaas overleden. Ja. Maar het werkte absoluut niet. De Nederlander, die is wat het weer betreft, dat is een heilige zaak. Ja, maar toch, bijvoorbeeld Peter vind ik wel een beetje een glamour boy. Nou, je moet zorgen dat je het een beetje leuk verpakt. Omdat je niet wilt dat je zo saai bent dat de mensen daar om die reden weg gaan zippen. Dus je wil wel de aandacht vasthouden. Ja. Dus smakelijk verpakken mag wel, maar de boodschap is en blijft een serieuze zaak. En Helga, doe jij iets speciaals van kleding of zeg je van het moet simpel zijn? Nee, je moet juist zo min mogelijk afleiden. Mensen moeten gewoon weten wat het woord van alles. Kijken ze ook niet meer. Mag ik het daar dan even over hebben? Want het is ons opgevallen de laatste weken. Ja, vanmorgen zou ik het niet aan jullie zeggen. Kijk maar even, want dit zijn recente beelden. Dat jullie, als je dan het hebt over heel warm en broeierig weer, warme nachten, toch behoorlijk gekleed daarbij staan. Jij hebt dan wel eens een kort mouwtje, maar incidenteel. Ja. Dus we hebben het Nederlandse publiek gevraagd. Vindt u dat zij zich qua kleding moeten aanpassen aan het weer dat ze die dag aankondigen? Veel mensen stellen toch wel op prijs, hè? Bijna de helft. Dat jullie... Ja, onze baas alleen niet zo erg. Maar zijn jullie toch bang voor die baas? Nee, wel nee, maar helemaal niet. Maar ik bedoel, jij verf je haar niet groen en dat doe jij ook niet. Nee. Je wilt toch niet aanstootgevend zijn of iets dergelijks? Nee, dat is ook niet onze bedoeling. Maar ik wou toch, onze baas zit nu te kijken, kan er rechtstreeks uitzending niets meer doen. Ik wou toch wel nu zoveel mensen tot prijs stellen dat jullie aanpassen en het weer zeker vandaag en morgen nog broeierig blijft. Toch even misschien een geschikt kledingstuk. Peter, we hebben thuis wat maat. Deze is voor jou. Ja. Ik denk dat hij te groot is. Ja, en dat is een beetje te stijl ook, tot de knie. Hè? Ja. En je kunt hem hier altijd aan. En omdat jullie in één programma zitten, moest het wel een beetje ton vuur ton zijn van kleur. Alsjeblieft, dat kun je als zo'n doek omdoen. Het heeft een naam, geloof ik. Pareo heet. Ja. Ik kan tot om mijn oksels op. Voor jou hebben we toch iets gepaster en gedekter bedacht, John. Wat dacht je van deze? Alweer heerlijk. Alsjeblieft. Geweldig. Dank je wel. Hij is leuk. Koffie. Even door over kleding, want of de kinderen er nu blij mee zijn of niet. School is weer begonnen, warm of niet. En de t-shirts en de zwembroeken gaan weer de kast in tot het weekend en tot woensdagmiddag. De schoolkleren komen tevoorschijn. En net als wij willen zij ook niet in dezelfde kleren natuurlijk naar school. Dan zit het vorig jaar in. Er moet wat nieuws bij zijn, iets trendy. Dus is Karin Vlasblom met twee zeer modebewuste kinderen gaan winkelen. De nieuwe herfstmode voor kinderen is helemaal skaten. Lekker wijd dus. Of het is helemaal Spice Girls. Strak en sexy. Kinderkleding moet aan een paar eisen voldoen. Het lekkerste draagbaar zijn natuurlijke stoffen, zoals bijvoorbeeld katoen. Het zweet niet zo erg en het kan tegen een stootje. De kleding moet natuurlijk ook een tijdje mee kunnen, anders wordt het wel een hele dure aangelegenheid. Het slimste is om ze een beetje op de groei te kopen. Nou, en dat is met de huidige mode gelukkig geen punt. Momenteel hebben ze ook heel veel leuke petten en mutsen. En die zijn echt enig. Je kind heeft er warme oren in, maar ze staan ook hartstikke stoer. Nou jongens, nu hebben jullie allebei iets heel moois aan, dus dit nemen we maar mee. Jullie krijgen allebei een lolly, want jullie hebben het zo goed gedaan, al het passen. En nu gaan we schoenen kopen. Kom maar. Hop, lekker. Oh, kom maar.
Kinderschoenen zijn de nachtmerrie van iedere ouder. Ze zijn duur en de kinderen zijn er zo uitgegroeid. En daarom zit je ieder seizoen vast aan een paar nieuwe schoenen. Voor dit najaar is de trend eigenlijk heel volwassen. Moet je maar eens kijken naar dit model. De schoenen moeten niet alleen leuk zijn, ze moeten vooral goed zitten. De pasvorm is heel belangrijk en daarom moeten de voetjes eerst opgemeten worden. Wat voor kleding geldt, geldt eigenlijk ook voor schoenen. Dat natuurlijke materialen het prettigst dragen. Als je een leren schoen kiest, let er dan ook op dat de binnenkant ook van leer is. Anders krijgt je kind alsnog zweetvoeten. En wat ook heel belangrijk is, is dat de zool lekker flexibel is. Ik weet precies wat u nu bij uzelf denkt. Hebben ze het één dag aan, dan komen ze thuis, zitten ze onder de vlekken, dat nieuwe goed. Nou, dat hebben wij als ook gerealiseerd. En daarom zijn we gaan praten met de consumentenvoorlichter van de OMO Waslijn. Dat is Ria Bal. En die gaat u eens even vertellen welke vlekken u zoal kunt verwachten. En vooral wat eraan te doen. We krijgen heel veel vragen binnen over het wassen van kinderkleding. Vooral bepaalde vlekken bijvoorbeeld. Zand- en mottenvlekken zijn vaak heel lastig. Je kan ze het beste laten opdrogen, afborstelen en dan met wat vloeibaar wasmiddel insmeren. Doe maar jongens! Yeah. Vooral vruchtvlekken kunnen heel vervelend zijn. Het beste wat je kan doen is ze direct spoelen met koud water. Lukt dat niet meteen of zijn de vlekken ingedroogd, smeer ze dan in met wat glycerine, spoelen en dan wassen. Grasvlekken kunnen heel hardnekkig zijn. Je kan ze het beste even aandeppen met wat alcohol. Is het dan nog niet weg, dan smeer je ze gewoon even aan met wat vloeibaar wasmiddel. En dan gewoon wassen. Let bij het kopen van kinderkleding vooral op de wasbaarheid daarvan. Zo kan je niet voor verrassingen komen te staan als kinderkleding vol vlekken zit en je moet het bijvoorbeeld met de hand wassen. Ruim 20 vaders en moeders in Nederland worden jaarlijks geconfronteerd met de ontvoering van hun kind naar het buitenland. Anderhalf jaar geleden ontvoerde de ex-man van Mariska Hof hun inmiddels 5-jarige dochtertje Adibe naar Libanon. Al die tijd heeft ze haar dochtertje niet gezien en onlangs heeft ze een vereniging opgericht om samen met lotgenoten tegen dit onrecht te vechten. Ze is vanmorgen bij ons in de studio. Dag Mariska, welkom. Hallo. Je was gescheiden van je man, je had een omgangsregeling voor Adibe. Ja. Hij kwam op een zondag halen. Ja. Wat gebeurde er toen? Hij kwam haar op desbetreffende zondag ophalen. 'S morgens om 9:30, zoals afgesproken. En dat was toen het weekend dat de Elfstedentocht door zou gaan. Dat is toen afgezegd. En hij zou haar 's avonds uiterlijk om 7:00 weer terugbrengen. En dat heeft hij volgens niet gedaan. Om 8:00 s'avonds was ze er niet weer. En om 9:30, ja, natuurlijk, je voelt al nattigheid. Ja? En toen hebben we de politie ingeschakeld en die kon toen niks doen omdat het toen weekenddienst was. Maandags hebben we iedereen ingeschakeld die daarbij betrokken was. En de week erop, zondags, kregen we het telefoon vanuit Libanon en kregen we de bevestiging dat zij daar dus zat. Het moest een vreselijke week voor je geweest zijn. Maar hoe is het nou mogelijk dat jouw man, of jouw ex-man, het kind heeft mee kunnen nemen naar het buitenland? Dat is heel simpel. Degene die het kind meeneemt en naar het buitenland vertrekt, kan zo naar de desbetreffende ambassade hier in Nederland gaan. En daar wordt het zonder enig probleem het kind bij hem op paspoort gezet. En dan is het zo legaal als wat. En dan ga je zo de grens over en niemand die er iets aan kan doen. Ja. En als je dan geen uitleveringsverdrag hebt met het land, dan ben je gewoon kwijt. Zoals in dit geval Libanon. En dus de Nederlandse ambassade kan daar ook helemaal niets voor je doen. Nee. Met andere woorden, je bent machteloos. Absoluut. Ja, dat wordt je na 4 dagen ook al gezegd. En juist door die machteloosheid word je zo ontzettend kwaad. Ga je zoeken? Ga je zoeken. Je gaat naar allerlei dingen zoeken. Je probeert met lotgenoten in contact te komen. Via lotgenoten krijg je informatie waar je het kan proberen, bij wie je het beste kan proberen. Maar ben je er ook echt daar gaan zoeken? Ik heb er een volledige dagtaak aan. Het is ontzettend zwaar. Maar het is voor mij wel een soort rouwproces, want ik... Nee, maar ik bedoel echt in Libanon. Ben je er daar gaan zoeken? Nee. Dat is voor mij echt niet mogelijk, omdat ik ben daar in feite vogelvrij. Er is niemand die mij daar de veiligheid garandeert. Mm. En hoe kan ik tegen mijn kind zeggen van hallo, hier is je mama weer. En dan weer vertrekken. Ja. Heb je dan in die 1,5 jaar helemaal geen contact met je kind gehad? Ik heb de eerste 2 maanden dat ze weg was, heb ik telefonisch contact met haar gehad.
drie keer voor een tijdbestek van 2 minuten. Maar je hebt zo ontzettend veel echo's in een telefoon. 3 keer haar stem, 3 keer mijn stem. En daarbij komt dan ook dat ik voorheen nooit getelefoon had. Dus ze herkent je helemaal niet aan de telefoon. Dus je weet eigenlijk niet hoe het met haar gaat? Nee, alleen van horen zeggen dan van de familie. Maar ja, dan schijnt het altijd goed te gaan en fantastisch. Heb je daar een beetje vertrouwen in, dat ze wel goed verzorgd wordt bij die familie? Je zal wel moeten. Ja. Om door te gaan moet je dat. Ja. Nou, is je ex-man dus terug geweest in Nederland. Hij is toen gearresteerd. Hij heeft 3 jaar celstraf gekregen voor die ontvoering. Maar dat geeft jou waarschijnlijk een voldoening, maar je krijgt er niet je kind mee terug. Nee, de eis was 3 jaar, waarvan je met 2/3 hoeft uit te zitten. Dat is 24 maanden en 2 maanden voorarrest. Dus hij zit eigenlijk voor onttrekking van de ouderlijke macht en onthouding van het wettelijk gezag of andersom. Ja. Zit hij met 22 maanden en dan is het einde verhaal. Hij kan gewoon binnen en buiten wandelen en mijn kind die blijft daar zitten. Ik begrijp dat ik nou iets moeilijks vraag, maar jullie hebben uiteindelijk ooit elkaar gekozen. Hij heeft jou dus ook lief gehad. Heb je enig idee waarom hij nou op zo'n verschrikkelijke manier je wil kwetsen? Nou kijk, we hebben ook een kind eerder uit het huwelijk gehad. En dat is toen overleden aan wiegedood. En daardoor is er eigenlijk al heel veel kapot gegaan. We hebben het toen opnieuw geprobeerd, maar je hebt hier met een oorlogsslachtoffer te maken. Door Libanon is een land in oorlog. En deze mensen zijn op een of andere manier zo vreselijk aangetast door die oorlog, dat een echt gewoon bestaan is haast niet mogelijk. Je mag ze niet volgens onze maatstaven beoordelen eigenlijk. Absoluut niet, nee. Dus aan de ene kant moet je ontzettend veel medelijden hebben met deze man, omdat hij nou eigenlijk pas echt geconfronteerd wordt met kinderliefde en liefde überhaupt. En dat hij zich daar op een of andere manier nou geen raad mee weet, dat heeft hij dan laten blijken door dit te doen. Ja, je hebt de vereniging Ik Mis Je opgericht, ondersteund door Buitenlandse Zaken. Ja. Wat wil je met die vereniging doen? Deze vereniging is bedoeld om ouders onderling steun te geven, het probleem bespreekbaar te maken en dat gewoon het hele taboe rond kindermeenemen gewoon weggenomen wordt. Hm. Er zitten mensen die al 10 jaar geleden zoiets is overkomen of langer en die durven gewoon nog steeds niet erover te praten, gewoon door vooroordelen. Je botst zo ontzettend veel tegen muren op tijdens je tocht om iets te bereiken en dat zijn wij nou mee bezig om dat weg te halen. We hebben 21 november ook een avond georganiseerd. En deze avond is dan puur voor lotgenoten, ondersteund door bepaalde instanties die er dagelijks mee te maken hebben. Ja. Dus, je hoeft natuurlijk nog steeds maar wonderen, hè? Dat diepe. Wonderen zijn de wereld nog niet uit, nee. Maar ze zal veranderd zijn, denk ik dan. Ze is inmiddels een heel stuk groter geworden. Andere cultuur. Ja, ze spreekt vloeiend Arabisch. Ja. Ja. Als u naar aanleiding van Mariska's verhaal meer te weten wilt komen over de vereniging Ik Mis Je, dan kunt u kijken op pagina 380 van RTL Text. Ik wens je heel veel sterkte en succes met je vereniging. Dat staat er bedankt. Dankjewel. Ja. Kan een nieuwe Rabobank deze vrouw van haar angst af helpen? Kijk morgen. Ik zit niet lekker. Je zit niet lekker? Je moet nog 200 keer zitten. Ja, ik moet nog even mijn plekje vinden. We gaan uw vragen stellen aan onze 3 koffiegasten. Sylvia Kamphuis uit Utrecht heeft vannacht wakker gelegen van het onweer. Nou, het was fors, dat kunnen we allemaal uit de buurt melden. Ze is heel erg bang daarvoor. Peter, je hebt een programma gemaakt over extreme weersvormen. Is er een type weer waar jij bang voor bent? Nee, niet echt bang. Ik ben wel heel voorzichtig met onweer trouwens. Dat vind ik ook heel indrukwekkend, hoor. Ja? Maar er is niet een type weer waarvan ik zeg, vandaar zou ik niet in willen zitten. Integendeel, ik heb het juist uitgeprobeerd om wat het is om er juist wel in te gaan zitten. En jullie? Nou, een tornado lijkt me toch wel echt afschuwelijk, om een hurricane, hoor. Maar daar is Renier van den Berg toch zo gek op? Hè? Dat is Renier van den Berg toch zo gek op? Ja, dat begrijp ik ook niet helemaal. Ik begrijp veel mannen, maar dat begrijp ik niet. Ik wil graag van jullie alle 3 even, zonder dat je nou te veel naar elkaars antwoord luistert, een antwoord op de vraag van Karin van der Haar uit Amstelveen. Ze gaat in deze dagen een datum voor haar huwelijk kiezen. Wil dat buiten vieren en wil weten wat jullie nu aanraden als de meest zekere droge periode in Nederland. Wat zou jij zeggen? Ga trouwen in Zuid-Spanje en doe dat in het. Oh, in Nederland. Ja, dat had ik zelf ook kunnen bedenken. Ja, nou, dat is toch ook een oplossing? Het is een oplossing. Dan zit je met de bus in Spanje. Ja, en 300 gasten. En dat voor de rest niet. Regel een paar grote paraplu's, dat weet je zeker. Er is geen droogste periode? Ja, augustus. Deze periode waar we nu in zitten, zo'n beetje. Dus we moeten een jaar wachten. We moeten een jaar wachten, ja. Of morgen. Rita van. Nee. Doe maar niet. Doe maar niet. Rita van der Boom uit Oost die wil weten of jullie echte weerfreaks zijn. Helga, bijvoorbeeld, kijken jullie altijd omhoog als jullie op straat lopen en gaan jullie voor het raam staan als het onweer is om te kijken hoe dat onweer eruit ziet? Ja, ik kijk vaak wel.
En onweer, dan kijk ik even. En dan vervolgens kruip ik gewoon dik onder de dekens. En dan wil ik het niet meer horen. Oh, je bent niet de type wat voor het raam gaat staan en mooie foto's gaat staan maken? Om... Jawel, wel een paar, maar niet zo frik dat je dat altijd doet. Wel, nee. Niet als je met elkaar gezellig uit eten gaat. Dat gebeurde op Meteor Consult een keer. Het gezellig met de hele groep uit eten, automatisering, alles erbij. En het begon te sneeuwen buiten. Je wist precies welke de fanatiekelingen waren. Woet, ja, dat zijn één van die fanatiekelingen. Maar jij bent ook zo fanatiek op wolken, toch? Ik kijk graag naar mooie wolken, ja. Ja, dat wel. Nou, fanatisme is een beetje groot. Als ik aan het hockey ben, kijk ik echt naar de bal, hoor. Niet naar de wolken staan te kijken. Ria Switzer uit Benthuizen wil weten of het jullie een kick geeft als... Want er zijn natuurlijk zoveel programma's die weer voorspellen, radio, televisie. Als jullie voorspelling het dichtstbij heeft gezeten bij wat het geworden is. Het geeft een kick als er iets gebeurt, met name een weersverandering... waarin je iets ziet gebeuren, wat je de dag ervoor hebt beredeneerd... wat er nog niet was en wat je eigenlijk zo de volgende dag... En een andere weersvoorspeller had het niet. Nee, oh nee, dat is een misverstand. Die bedoel ik eigenlijk. Nee. Want als je een weertype hebt wat moeilijk te voorspellen is... dan ga ik altijd in en dat doet John ook... gaan we altijd even in overleg van, hey, hoe zit het, wat denk jij ervan, enzovoort. Proberen toch één lijn. Nou, de consument is er helemaal niet mee gediend. Als John staat, Helga staat te vertellen morgen 30 graden en veel zon... en ik sta te vertellen 20 graden en regen, wie is daar nou mee gebaat? Ja. De vraag van Brigitte van Westen uit Haasten die slaat er een beetje op aan. Wat vinden jullie van de Belgische collega's die excuses aanbieden... na een verkeerde weersvoorspelling? Oh, dat zag ik pas bij de BBC ook. Ja? Toen was de koningin moeder, die was 90 of zelfs ouder geworden. Ja. En toen had de BBC had droog weer verwacht, in elk geval. En daar viel net een bui, dat was ook de enige in Engeland ongeveer. En die bood de koningin moeder zijn excuses aan. Ik moet je zeggen, ik vind het flauwekul. Als het nou echt... goed ernaast zit wat een heel enkele keer gebeurt... Dan vertel je waarom of iets dergelijks wel. Maar ik vind dat echt flauw. Het is een verwachting. He, jouw huisarts spreekt een verwachting uit. Dat kan wel eens fout gaan. Ja. Toch zegt mevrouw van der Schans uit Drachten... en daar zit wel iets in... dat jullie het vaak tegenwoordig heel nauwkeurig weten te voorspellen... en dat het er toch soms ook wel eens... heel erg verschrikkelijk naast zit. Niet een beetje, maar heel erg. En hoe komt dat dan, vraagt zich af? Mensen, hoe kan het weer zo snel veranderen? Mensen die zijn helemaal gefocust op... en ik denk dat het iets uit de 50 en 60 jaren is van pa en moe... over die grote missers. Ze zijn er wel, maar heel weinig, vind ik eigenlijk. En dan meld je dat ook wel. En in principe, Hans en Mireille, er is geen weersverwachting die ooit goed is. Want je maakt toch voor Nederland een verwachting. En dan in Delfzijl is de halve graad warmer. En in Sas van Gent is het net 2 graden. Dus het is toch altijd een verwachting. Dat doet de SER ook en weet ik veel wat. Die maken ook verwachtingen. En nou ja, dat klopt wel aardig, die inflatie. Maar je moet niet kijken of dat nou op 10% klopt. Hoor. Nee. Sorry. Nee, zij staat die helemaal je lip te lezen. Ik ben het natuurlijk helemaal met hem eens. Heb je ze nou niet eens? Dat vind ik nou zo leuk. John, ik ben het niet eens. Wees even jong en rebels, tenslotte. Of zit dat ik er niet in? Ik ga gewoon het hartstikke... zit er wel in. Ja? Geen privé. In ieder geval, mevrouw van der Schans. Zo zit het dus dat het soms niet klopt. U heeft daarmee de gouden vraag gesteld. En u wint de eerste koffietijdtaart van dit seizoen. Velen zullen er volgen. Zal ik eens even een rondje doen? Je zit toch niet lekker? Ik heb net zo goed een rondje. Vind je niet? Ja, leuk. Want we hebben bloemen voor jullie. Eerst voor jou. Het zijn al een beetje herfstbloemen. Ja, prachtige kleuren. Dankjewel. Een combinatie van de zomer en herfstbloemen. Dankjewel. Leuk dat jullie er waren, collega's. Heel gezellig deze eerste dag. Maar jullie zijn nog niet van ons af. Want het afgelopen seizoen hebben we onlangs kunnen lezen... dat ze heel weinig televisie gekeken. Hè? Afgelopen maand in ieder geval. Omdat ze ontzettend warm was. Nou, willen wij zo graag weten... Hebben we deze week veel kijkers? Wordt het weer anders, beter voor ons? Het ligt aan je programma. Je hebt een leuk programma, dus heb je veel kijkers. Ach. Nee, voor jullie wordt het beter, hoor. Voor jullie wordt het echt beter. En voor mij dan ook, voor jou ook. Ik beloof het je. Ja, het wordt voor mij ook beter. Het wordt minder warm. Morgen is het nog benauwd, maar niet meer die hoge temperaturen. Heerlijk. En die gaan langzamerhand wat terug naar wat we dan een beetje normalere warmte. Dus jullie moeten die broeken gauw dragen. En ja, dat moet meteen gebeuren. Vandaag nog. Op naar de trui, hè? Ja, heerlijk, joh. Ik kijk er naar uit. Oké, bedankt voor jullie komst. Tot ziens. Morgen gaat Emil Ratenband, een koffietijdkijkster van de claustrofobie, helpen.
Je kijkt mij erbij aan. Ja, ik ben heel benieuwd. Ja, ik ben ook zeer benieuwd. En we volgen natuurlijk de ontwikkelingen op de afdeling verloskunde van het Leijenburg Ziekenhuis in Den Haag. En Sylvia Millekam komt op de koffie. Nou, ja, en zingt een ongelooflijk bijzonder lied. Die doet echt de tijden van bij ons in de Jordaan heel even. Je weet niet wat kunnen we meezingen? Ja, ik weet niet of het in mijn geval aan te raden is, maar we kunnen meezingen. Tot morgen. Goed. Tot morgen. Dag. Een opera.